Tafeltennisvereniging Reflex uit Scheemda traint vanaf nu samen met vereniging De Vinster in de Hardenberg in Finsterwolde. Op de dag dat wij een kijkje gingen nemen, stonden er een training voor de junioren op het programma en wedstrijden voor de senioren. Hoe zijn jullie nou hier in Finsterwolde neergestreken? Nou, dat bestaat uit een aantal redenen. In de eerste plaats hadden wij behoefte aan een wat grotere zaal. Daarnaast heeft ook de gemeentelijke herindeling daar wel een rol in gespeeld. Vanuit onze zustervereniging op dit moment, of zustervereniging, dat klinkt misschien een beetje raar, maar in elk geval onze samenwerkende vereniging was ook een behoefte om op met name vrijdagavond competitie te spelen. En de verenigingen zijn met elkaar in gesprek gekomen en zodoende hebben we besluit genomen om in het mooie Finsterwolde, Blauwe Stad, te gaan spelen. Ja. We kunnen hier veel meer activiteiten ontplooien. Veel gerichter gaan trainen. Door juist meer mogelijkheden te bieden, hebben we juist weer heel veel oud-leden die zijn gaan tafeltennissen. Dus we zien het tot nu toe alleen maar als een hele positieve ontwikkeling. Hoeveel teams zijn er? Nou, wij hebben op dit moment, als ik de beide verenigingen even samenvoeg, hebben wij ongeveer 8 senioren teams. En zoals het nu lijkt, we gaan straks weer met nieuwe jeugdteams beginnen, hebben we 4 jeugdteams. Dus ja, al met al hebben we straks weer 12 teams. En zoals het nu lijkt, zullen we daar de komende jaren toch wel weer wat uitbreiding in krijgen. Qua competitie, je zit met 3 personen in het team. Dus je speelt 3 tegen 3. Plus 1 dubbel. Dus je kunt maximaal 10 punten behalen. Ieder speelt tegen elkaar. De games duren tot 11 punten. Vroeger was dat tot 21. Dat gaat over 3 gewonnen games. Dus op het moment dat je 3-0 wint, dan is het vrij snel gebeurd. De dingen van de tafel die zijn nethoogte is 15,25 centimeter. De breedte is ongeveer 1,50 meter. En de lengte is 3 meter. Dus er zit een bepaalde verhouding in. Schoeisel is wel belangrijk, want je moet geen zware schoenen aan hebben. Want je moet een beetje vlot kunnen bewegen en van die grote basketbalschoenen, dat lukt echt niet. En de tafeltennisbed is heel belangrijk, het is het belangrijkste onderdeel eigenlijk van de sport. Met name komt het door de rubbers die erop zitten, want er zijn misschien wel 100 soorten rubbers die allemaal verschillende en ook heel lastige dingen kunnen doen. Mm-hmm. Het is een beetje... En er zit een gladde en een stroeve kant op. Wat is de functie van? De mooiste spul met 2 gladde kanten. Ja. Maar ik speel dus met kaarsen voor nopjes opzetten, dan neem je dat nopjes, lange noppen. En dat is ervoor om een moeilijke bal in verdedigende slag terug te krijgen. Hier kan ik het effect uitbalen, zeg maar. Dus als een ander overal effect heeft met tiskaarten, dan pak ik dat met tiskaarten en dan hoor ik dat te beroef. Er is een periode geweest dat ze toen begonnen voor de wedstrijd te lijmen. Dus na de wedstrijd werd de rubber er weer afgehaald en voor de volgende wedstrijd werd de rubber er weer opgeplakt. De gedachte daarbij was, en het schijnt ook zo te zijn, dat doordat het nog nat is, dus de lijm niet opgedroogd is, dat de rubber toch weer iets sneller wordt dan als het helemaal opgedroogd is. Nou heten jullie nog steeds Reflex en hier van Finsterwolde heet de Vinster. Klopt. Komt er nog een nieuwe naam door deze fusie? Is het een fusie? Mogen we het een fusie noemen? Dat mag je in principe noemen. De clubs hebben de intentie uitgesproken om per 1 januari 2012 te gaan fuseren. Uh-huh. En bij een fusie en ook gezien het gebied hoort ook een passende naam. Reflex-Vinster combinatie of Vinster-Reflex combinatie heel goed kunnen passen. Maar goed, daar zijn nog gesprekken over. Bij deze doe ik een oproep aan alle Oldamsters om eens een keer de sport te beleven. En voor iedereen is ruimte. Er zijn trainers aanwezig. Dus voor ieder die iets met tafeltennis heeft of wil,
zou ik zeggen, kom langs en wij staan voor jullie klaar.